Jij bent aanvoerder geweest van dit team. Het is gebeurd. Ja. Wat doet dat met je? Heel veel. Nu vooral leeg. Ja, als je dan ziet op wat voor manier, dan is het weer echt hoe de hele seizoen verloopt. Ik denk dat we goed aan de wedstrijd zijn gekomen en krijgen in de 43e, 42e minuut die 1-0 tegen. Gewoon een beetje eerste schot op goal. Beetje vergelijkbaar met ADO. Ja, precies dat. Ja, ADO stonden wel 1-0 voor. Maar ja, we hadden hier ook zelf de mogelijkheden om... Ik denk dat wij zelfs betere mogelijkheden hadden om 1-0 voor te komen dan hun. Maar ja, dat is gewoon dit seizoen, de hele seizoen al zo. En dan moeten we wel onszelf kwalijk nemen hoe we dan de tweede helft eruit komen. We leveren volgens mij 5 ballen achter elkaar in en hun kunnen counteren. En dan gebeurt die tweede goal. En daarna was het gewoon klaar, omdat iedereen geblesseerd nog op veld stond. We konden niet meer wisselen. We hadden volgens mij 3 geblesseerden gewoon op veld staan die niet meer konden lopen. Ja, en dan spelen ze het gewoon makkelijk eruit en dan is het klaar. Er werd me net gevraagd van, Tijmen, wanneer had jij nu door dat het echt mis kon gaan dit seizoen? En toen dacht ik een beetje terug aan dat trainerskamp waar een bepaalde chagrijnige stemming was. Waarvan ik dacht, ja, dit kon wel eens helemaal verkeerd aflopen met de FC Twente dit jaar. Wanneer heb jij het gevoel gehad van, dit gaat mis? Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen. Je had altijd weer tussendoor het gevoel van, voor het seizoen wist je al, het wordt moeilijk. Omdat je heel veel spelers weer vertrekken, heel veel spelers komen weer. Niet heel veel ervaring, ook veel jonge jongens. Ja, dan weet je gewoon dat het moeilijk wordt. Dan ga je aan de slag samen. Ja, dan verlies je de eerste, ik weet niet hoeveel wedstrijden hebben we verloren. In de voorbereiding hebben we ook bijna alles verloren. Dus, Wat moet je nog zeggen? Wat moet je eigenlijk nog zeggen op zo'n dag als vandaag? Er is zoveel gebeurd dit jaar ook, want ja, je bent al een beetje grijs aan het worden, maar je hebt wat grijze haren erbij gekregen, denk ik, dit seizoen. Want jij kwam op de bank terecht, dat doet ook wat met zo'n hiërarchie in het elftal. Er is zoveel gebeurd. Heb je de film al een beetje weer voorbij kunnen laten flitsen of is dat nog te vroeg nu? Nee, dat doe ik ook nu niet. Dat komt volgende week zeker. Maar waar dat precies aan ligt of hoeveel dingen verkeerd zijn gegaan. Volgens mij zijn dat echt heel veel dingen de laatste jaren bij deze mooie club. En nu krijgen we de rekening. Hoe was het gevoel? In de rust, in de kleedkamer, had je toen al het idee van deze klap komen we niet meer te boven. Want ik zag een beetje een tweeledig gevoel. Bij een aantal spelers zag ik de definitieve nekslag. En bij een aantal had ik nog wel het gevoel van, zij hebben nog hoop. Ja, dat gevoel had ik ook een beetje. Want die minuten na die goal, was het ook al, konden ze heel makkelijk voetballen. Dan probeer je gewoon nog emoties erin te gooien in de kleedkamer. En gewoon, het is maar 1 goal. Ja, maar ja, wat ik zei, hoe we dan uit de kleedkamer komen, hoe we die ballen inleveren, hoe we dan die goals weggeven. Ja, dan had je geen hoop meer. Nee.